IJsselmeervogels in het vertrouwde rood. En de treffers zijn twee grootmachten uit het amateurvoetbal. Maar speelden voor de competitie nog nooit tegen elkaar. Niet zo gek. De treffers is een zondagclub. En IJsselmeervogels kwam uit in de zaterdagcompetitie. En de rode beginnen slecht aan de wedstrijd. Balverlies, balverlies, balverlies. Bal komt bij Metsdorf. Die is Juliana kwijt. En dan is het 0-1 door Nick de Bont. Al na 5 minuten. In de 5 minuten van de wedstrijd. Gepruts in de verdediging van IJsselmeervogels. Leidt tot deze voorzet van Metsdorf. En Nick de Bont mag zijn 6e van het seizoen maken. Het is zijn 6e tegentreffer. Metsdorf opnieuw. Bartjek weg bij Van Leijenhorst. Nog steeds Cedric Bartjek en via Van Leijenhorst de hoekschop. 9e minuut wedstrijd. En de treffers heeft Nick de Bont. Powell wil wegwerken, dat gaat niet goed. En daar is de 0-2. Cedric Bartjek, de oud-prof van FC Utrecht en Excelsior. Dit jaar neergestreken bij de treffers. Ja, dit is loppe pech voor IJsselmeervogels. Powell wil hem wegroeien, dat lukt niet. En Bartjek die is attent bij de tweede paal. En Willem Leushuis, die de vertrouwde 4-4-2 heeft verlaten om eens een keer 4-3-3 te gaan spelen, zal zich zo langzamerhand gaan afvragen of dat wel een goede keuze is geweest. Opnieuw de treffers. IJsselmeervogels krijgt de bal niet weg. Via Jansen bij Bartjek. En na een half uur, een klein half uur, is het 0-3. En wordt het een ontluisterende middag voor IJsselmeervogels. Alle tweede ballen vallen voor de treffers. Bartjek niet buitenspel, buitenhuis stap te laat. En Bartjek maakt er 0-3 van. Anton Jansen kan tevreden zijn. En IJsselmeervogels bakt er aanvallend gezien heel weinig van. Of nu wel wat meer. Barry Powell. Nou, dit is dan symptomatisch voor IJsselmeervogels. Dat blijkt voor Powell dat hij rechtsbenig is en deze bal met links moest schieten. Buitenhuis. Ho, levert zomaar in. En dan is de treffers weer weg via Bartjek. Van Leijenhorst is het slot op de deur. Maar de bal komt bij Hendricks. Komt bij de 0-4. Dat had zomaar gekund. De 0-4 was dichterbij dan de 1-3. IJsselmeervogels zal de tweede helft ingaan met het idee. Het lukt de HHC ook tegen Kozakken Boys. Misschien met inval van Leijveld. Maar dan moet zo'n bal er wel in. Vorige week maakte hij er 2 tegen VVSB. Om de 2-0 achterstand goed te maken. Nu lukt het niet. Nog niet. Via Justiana krijgt hij zijn tweede kans. En dan is het wel raak. En heeft IJsselmeervogels nog 24 minuten om een wonder voor elkaar te boksen. Justiana met assist. Leijveld weer als invaller. Zijn derde doelpunt van het seizoen. Maar het momentum voor IJsselmeervogels gaat voorbij en de treffers vallen weer aan. Metsdorf. En daar staat hij weer. Cedric Bartjek, dit is 3. Dit is de hat-trick. Weliswaar geen loop zuiveren voor de spits van de treffers. Zijn 6e doelpunt van het seizoen. Het is een topmiddag voor de man die via de treffers weer het betaalde voetbal in wil. Dit is Hens van Van Leijenhorst. En scheidsrechter Frank de Winter kan niet anders dan de bal op de stip leggen. Ja, met de arm meegenomen. Nick de Bont achter de bal. En dat is nummer 7 voor de Bont, nummer 5 voor de treffers. Het is een ontluisterende middag voor IJsselmeervogels. De felicitaties van Willem Leushuis zijn voor Anton Jansen.